Goedendag. Nieuwe tiendaagse weersverwachting. Wat gaat er gebeuren? Gaat er wat veranderen? Want het is toch wel erg saai de laatste dagen. Hoge drukinvloeden zorgen ervoor dat er heel weinig gebeurt in de atmosfeer. Vaak een grijze dag, soms ook een dag met zon. Nou, laten we maar eens kijken of daar verandering in gaat komen. Dit was in ieder geval woensdag. Dan zien we weer die grijze luchten, in dit geval boven Texel. Maar dat was niet alleen daar het geval, hoor. Want ook hier in Leiden en elders in het land waren het grijze luchten. Heel lokaal viel er zelfs een klein beetje motregen. Goed, komt de winter wat dichterbij? Daar gaan we eens naar kijken. Maar ik ga eerst toch weer even reclame maken. Vind ik leuk. Winterverwachting, die komt eraan. Veel mensen vroegen aan ons, wanneer gaan we die dan uitzenden? Nou, dat wordt zondag 24 november om 16 uur. Als u via ons YouTube-kanaal kijkt, nou, abonneer dan eventjes, duimpje erbij. Dan weet u zeker dat u op tijd geïnformeerd gaat worden. En natuurlijk ook via onze website laten we dat weten. Die winterverwachting over ons, dan moet u niet gaan denken dat wij per dag gaan zeggen wat het weer gaat worden. Dat snapt u wel. Het zijn trendverwachtingen. Maar we maken er een uitgebreide show van, laat ik het zomaar even zeggen, waarin we aangeven welke elementen er belangrijk zijn voor een winterverwachting. Welke elementen je mag meenemen en welke elementen je niet kan meenemen. Goed, dat allemaal op 24 november. Nu de komende 10 dagen. En ik begin in de bovenlucht met de jetstream. En wat valt erop? Die beweegt zich van zuid naar noord. En normaal is het een jetstream die van west naar oost loopt. Maar soms meandert die, zoals nu het geval is, dan golft die. En dit keer komt dat door dat, ja, door die blokkade die aanwezig is boven Groot-Brittannië. Dat is hoge druk, laat ik het zomaar even omschrijven. En daar kan die jetstream niet doorheen, dus die wordt naar het noorden geleid. Het is wel zo dat die rug langzaam maar zeker wat kantelt naar het noordoosten. Maar we zien direct eigenlijk begin volgende week een nieuw hoge drukgebied ontstaan. Een nieuwe rug ontstaan, zo kan ik het beter zeggen. En dat betekent dat er wel wat gaat veranderen. Want die komt boven de oceaan te liggen. En kijk eens wat hier gebeurt. Dan zien we vanuit het noorden die jetstream richting Nederland trekken. Dat is dan midweek, volgende week rond de woensdag. En dan hebben we zomaar een jetstream die vanuit het noorden gaat waaien. En dat betekent dat er waarschijnlijk toch wel iets gaat veranderen in het weerbeeld. Heel duidelijk ook in de bovenlucht dit lage drukgebied boven Duitsland met koude lucht, echt koude lucht. En ja, zou dit in de winter gebeuren, bijvoorbeeld in januari, februari, dan zouden we hier toch echt wel met een winterse situatie te maken hebben. Maar ja, het is nu nog november, er is dan nog wel veel zachte lucht aanwezig, dus echt heel koud. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dit was op het niveau van zo'n 10, 11 kilometer. Nu gaan we op 5 kilometer hoogte kijken. Zien we hetzelfde patroon. Weer die blokkade boven Groot-Brittannië en de Noordzee. En die gaat dus geleidelijk aan kantelen. En dan lijkt het erop dat we wat koudere lucht vanuit het westen kunnen krijgen. Maar dat wordt toch wel grotendeels naar het noorden getransporteerd. En er ontwikkelt zich een nieuwe blokkade. Alleen in dit geval dus boven de oceaan. We zagen dat ook op dat hogere niveau. Hier zien we dat gebeuren. En dat betekent dat we ook op dit niveau, halverwege volgende week, toch geleidelijk aan die noordelijke stroming gaan krijgen. Die lucht die helemaal om die blokkade heen wordt geleid. En dat betekent ook dat die bovenlucht best wel gaat afkoelen. Het wordt duidelijk wat kouder. Nou, aan de grond, of we dat gaan merken, daar gaan we zo naar kijken. Maar dit is echt een situatie met heel veel koude lucht boven Duitsland. De grondkaart pakken we erbij. Nog steeds zijn we met het Amerikaanse model bezig. En dan zien we dat er donderdag, deze donderdag, een hoge drukgebied ligt boven Europa. Dat hoge drukgebied hebben we al veel gezien met een uitloper richting Nederland. En dat blijft voorlopig de komende dagen ons weerbeeld ook bepalen. Ik verwacht dan ook niet dat het echt heel anders gaat worden. In het weekeinde ook toch wel hoge drukinvloeden. Weinig stroming is er aanwezig. We zien een kern dan ontstaan boven Groot-Brittannië en Ierland. En kijk, daar komt die noordelijke stroming aan. En dan met die koude lucht erboven, dan zouden we toch best wel wat buienactiviteit kunnen gaan krijgen. Dat kan in de loop van dinsdag, misschien later ook woensdag, is die kans toch echt wel wat groter. Dan komt er dus toch wel wat verandering in die circulatie. Nogmaals, we kijken hier naar het Amerikaans model. Ik ga nu het Europees model erbij pakken. Dat pakken we dan op maandag. En op maandag ligt dat hoge drukgebied in het Europees model boven de oceaan. Heel duidelijk die invloeden, weinig stroming, een beetje weststroming zien we hier. Wat gaat dat hoge drukgebied doen? Nou, dat trekt dus inderdaad ook wat meer naar het noorden toe, wordt wat krachtiger boven Groot-Brittannië. En inderdaad zien we hier ook in dat Europees model die noordelijke stroming met heel duidelijk die neerslag boven Duitsland. Weet u nog, die bel met koude lucht die daar aanwezig was. Maar ook in Nederland kunnen we er een klein beetje van uitgaan dat dinsdag, woensdag er misschien toch ook wel wat neerslag gaat vallen.
Dat voor wat betreft de kaarten op termijn. We kijken zo nog eventjes verder via de pluimen. Maar eerst maar even naar het weerbeeld voor donderdag. Ik gaf al aan, ja, dat wordt toch ook wel weer een bewolkte en grijze dag met temperaturen zo tussen 7 en 11 graden. Misschien dat in Limburg de zon eventjes kan doorbreken. De wind is overwegend zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Vrijdag is er een wat grotere kans op zon. En dat zien we dan ook terug in de weerkaart. 9 tot 12 graden en nog steeds die zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Maar duidelijk wat meer zon. Dat komt ook heel mooi tot uiting in de bewolkingspluim. Want dan zien we ook dat vrijdag net eventjes die kans groter is dat daar wat mist gaat ontstaan. Dan snap ik niet waarom mijn knopje het niet doet. Dus ik doe het nog een keer. Ja, kijk, hier kunnen we dat zien. Maar daarna toch over het algemeen veel grijs weer. Woensdag ook een iets meer open structuur zoals het er nu uitziet. Maar we moeten er rekening mee houden dat er toch over het algemeen veel bewolking aanwezig zal zijn. Grijs en rustig weer. Die temperatuurpluim, wat laat die dan zien? Nou, die laat wel zien dat het volgende week, tweede helft, ietsje kouder kan worden. Is nog steeds veel onzekerheid, heeft natuurlijk met de stroming te maken. Maar al met al een iets lagere temperatuur in de loop van volgende week, terwijl we de komende dagen juist rond die 10 graden gaan blijven, zoals het er nu naar uitziet. En dan de belangrijkste vraag misschien wel, de neerslag. Die heb ik ook voor u meegenomen. En dan zien we inderdaad dat er volgende week wat kansen zijn op neerslag. Dat heeft natuurlijk te maken met die stroming die dan wat meer noordelijk gaat worden. Maar voor het zover is, tot en met het weekeinde, verwachten we eigenlijk geen neerslag. Kortom, eerst nog wat rustig weer. Volgende week misschien wat wisselvalliger. Met een noordelijke wind kunnen er dan wat buien gaan komen. Fijne dag nog.